Duurzaam ondernemen betekent voor ons zorgen voor elkaar als één grote familie. Net zoals onze baseline het zegt, bouwen met mensen. Vanuit onze zorg voor de mensen betekent dit allereerst dat we de juiste mensen aantrekken die zich achter onze waarden kunnen scharen en die goesting hebben om samen met ons te groeien. Vervolgens is het onze uitdaging om ervoor te zorgen dat die goesting om te groeien minstens even groot blijft. Dat is altijd spannend, hè? Een eerste werkdag. Je weet nooit waar je terechtkomt. Maar dat is eigenlijk heel goed meegevallen. Contacten verlopen heel vlot. Iedereen wil u wel verder helpen en wegwijs maken binnen het bedrijf. Ja, ik voel me dus al snel thuis binnen de groep bij Groep Van Rooij. We hebben bij Groep Van Rooij een concept ontwikkeld, een volledige dag. De hashtag Welkom bij de Groep heet die. Dus dat is een volledige dag waar mensen uit verschillende bedrijven worden samengebracht. We hebben ook specifiek een spel laten ontwikkelen, een soort van escape room spel, waarmee dat ze eigenlijk de kennis die ze hebben opgedaan kunnen toepassen op een speelse manier en zo elkaar ondertussen ook beter leren kennen. Zo'n dingen blijven hangen. Dat is kennis van sommige vragen die dat dan op een ludieke manier gesteld zijn. Daar weten we nu nog het antwoord van, terwijl als die in een gewone PowerPoint gepresenteerd worden, zou iedereen die al lang vergeten zijn. Tijdens het escape room spel heb ik dan ook nieuwe collega's leren kennen van andere bedrijven binnen Groep Van Rooij. En dat is wel heel handig, want als je nu eens iemand moet contacteren daar, heb je direct een contactpersoon die je wegwijs kan maken binnen hun bedrijf. Ja, groeien met goesting is inderdaad wat wij hopen dat onze mensen hier gaan doen. We proberen mensen de middelen aan te reiken dat zij hier eigenlijk een lange carrière kunnen opbouwen en dat zij geleidelijk aan kunnen groeien en dat ze blijven hun job doen met enthousiasme, met plezier, met goesting.